We hebben op 9 maart een bezoek gebracht aan België, met name om de MOU te ondertekenen met de Belgische regering voor wat betreft het personenverkeer, consulaire aangelegenheden en het migratiebeleid. Dat proces gaat voortgaan in de komende weken en maanden. En we hebben ook gesproken met België over de ondersteuning bij Surinamers aanvraag dat nog officieel moet plaatsvinden, maar waarvan we al vaker over gesproken hebben bij de afschaffing van de Schengenvisa voor Surinaamse paspoorthouders of paspoorthouders van Surinamers, van personen met een Surinaamse nationaliteit. We hebben inmiddels steun van Nederland en Frankrijk. Wij hopen dat België ook als een van de andere 27 landen van de Europese Unie steun zal verlenen. En langzaam zijn we bezig om die critical mass, die ondersteuning, die capaciteit te bouwen, dat we vrij snel door het proces van visumvrijstelling komen. Wij gaan zeker nu de wet reisdocumenten is goedgekeurd door de Raad van Ministers. Dat zal binnenkort richting het parlement en ook eerst naar de staatsraad en dan naar het parlement gaan voor verdere beoordeling. Wij hopen dat op grond daarvan we dan officieel, formeel aanvraag kunnen doen voor visumvrijstelling. Dat zal enorm veel goed nieuws zijn voor de Surinaamse gemeenschap hier. En zal heel wat bureaucratie wegnemen in termen van aanvragen en al die andere kosten die je moet maken om zo'n visum aan te vragen. Dan hebben we binnenkort de beëdiging van een aantal Surinamers als ambassadeurs. Dat proces is nu in de afrondende fase, maar in ieder geval over 1 april praten we over ambassadeurs die in Venezuela gestationeerd zullen zijn, Cuba, India en Marokko. En dan resteren nog 2 landen, China en Indonesië. En dan hebben we de core van de chef de postes afgerond. En dan gaan we beginnen aan de invulling van de tweede lijn. Ik wil u wel meegeven dat professionalisme bij mij echt in termen van de functionaliteit van de ambassadeurs, van de diplomaten, een prioriteit nummer 1 is. Professioneel, dat betekent je bent daar voor Suriname en niet voor een of andere politieke partij. En we zetten Suriname uit als een land en niet als een partij. Dus in dat verband wil ik meegeven dat in vervolg op de eerste opleiding die zij hier gehad hebben, genoten hebben, dat nu het vervolg is ingezet met een, nu kunnen we dat face-to-face doen. En dat zal in Den Haag plaatsvinden. De 19 ambassadeurs die chef de postes worden, dat zijn inclusief de CG's, zullen in Klingendaal gedurende een week op kosten van het instituut Klingendaal, het gaat ons niks kosten, verder opgeleid worden. Dat is een professioneel kader dat we hebben dan aan chef de postes. Ik wil daarmee aangeven dat wij vanaf het begin gestreefd hebben naar een professioneel opzet. En ik hoop dat de personen die daar moeite mee hebben gehad, nu een beetje gerustgesteld zijn.